Dit jaar rijden we binnen het thema van het Bloemencorso en dat is voor dit jaar communicatie. Maar liefst 20 praalwagens mee. Zoveel hebben we er eigenlijk nog nooit gehad de afgelopen jaren. Om die 20 praalwagens te steken hebben we nogal wat bloemen nodig. Hoe werkt dit precies? Komt-ie. Je pakt een prikkertje, die steek je midden in de bloem. En dan druk je hem helemaal door tot aan het eind. En dan zit hij erin. Op dit moment staan er zo'n 6200 kratten met hyacinten en tulpen en narcissen in de cel. Die allemaal leeg gaan, omdat al die bloemen op die praalwagens hier de Corso al moeten worden gestoken. Zodat we daarmee zaterdag van Noordwijk naar Haarlem kunnen rijden. Ik mocht, en trots ben ik, dat ik de eerste steek heb mogen doen op de wagen van de gemeente Teylingen. En ik wens u hierbij een enorme mooie zaterdag met heel veel zon. Alsjeblieft en weer bedankt. Vind je dit leuk, jongens? Ja. Is het leuk? Ja. Welke kar is de mooiste? Ja. Voetbal. Goed weer in Sassenheim? Ja, ik weet het. Daar gaan we in Sassenheim toe. Is die al zwaar? We legen hem regelmatig, dus nee, kom goed. Kom.
je ervan? Prachtig. Ja, wat was de mooiste wagen? Nou, daar heb ik niet naar gekeken. Ze zijn allemaal even mooi. Ja. Geen cijfer? Nee, ik ben gek. Ik kreeg op school altijd zulke lage cijfers. Dat... Van ja, schitterend. Je ziet hem dit prachtig. We hebben een heel mooi plekje zo in het zonnetje. Dus daar willen we nog meer. Heel veel werk aan besteed in de Bollenstreek. Dus het is een prachtig evenement. Ieder jaar weer. En ieder jaar komt het toch weer terug. En dit jaar met het zonnetje erop. Dus dat willen wij nog meer.